Bij Griëntegruthandel Alta in Haas binnen dit weekend 4.000 kratten stellen. De waarde van de kratten is dik 15.000 euro. Na alle gedachten is het slot van het stek aan de oude trekweg forceerd. De kratten stien boeten opslaan en moeten nevens de eigenaar één voor één op een vrachtwagen laden wezen. De vertochte in de vermissingszaak van de 45-jarige Michael de Vries uit Boeren wordt vervolgen van moord, enkel is er geen lichaam voor. Dat had het Openbaar Ministerie van de Moor zijn bij het begin van de rechtszaak tegen de 35-jarige vertochte. Justitie zou genoeg oren bewezen te hebben. De Friese roeier Rolf Klein is postuum uitroepen tot Olympisch kampioen. Bij de Spelen in Parijs in 1900 kwam Klein te gerem als zijn roeimaat als eerste over de streek, maar kreeg de prijs net, omdat haar stuurman een Fransman was. Hewitt had het Internationaal Olympisch Comité bekendmaken dat dat net terug te wie. De eerste etappe van de Cinebootrace Solar Challenge zal Hewitt net finishen in Sleert, maar in Waadzijn. Troch de hurde wien is het net veilig om de sletten maar mar te varen. De Solar Challenge is de grootste race voor Cinneboten op de vloot en wordt dit hier voor de vierde keer houden. Jong wordt het droeg en komt de zinnen erbij. In de nacht wordt het een graad als 14, morgen eerst buien met kans op tonger. Letter zinnen bij een graad als 20.